Ze zijn de Ain't No Sunshine opdracht aan het afronden. Ze hebben een liedje ingestudeerd. En die hebben ze ingestudeerd aan de hand van mijn zelfontworpen garageband lessenreeks. En die zijn ze nu aan het afspelen voor een cijfer. Supergoed. Echt top. Ik wil graag onderzoeken hoe hier op het Montessori College in HAVO 4 het instuderen van een bandstuk verbeterd kan worden door middel van GarageBand. Einde van de les kom ik bij jullie langs, maak ik even een opname met mijn telefoon. En dan krijgen jullie een beoordeling voor wat jullie gedaan hebben voor 1 Sunshine. 2. En dan deze los. Ik vind het leuk om anderen verder te helpen en om... ja, ook de regie in handen te hebben over een product. En eigenlijk is het maken van een liedje van begin tot eind hetzelfde als het helpen van een leerling. Want je maakt samen iets moois. En in plaats van het allemaal zelf te doen, kun je het buiten jezelf zetten en de leerling het laten doen. Wat is zeg maar A en B? Ik heb hier bijvoorbeeld les 1. Daarin laat ik zien wat de algemene functies zijn. Dus echt een soort tutorial idee. Hallo, welkom bij videoles 1 GarageBand Basics. Ik zag meerdere dingen die ik dacht van, nou, die zouden wel verbeterd kunnen worden tijdens het instuderen. Vooral op dingen als vorm van een liedje of de echte details van het instuderen. En ik dacht van ja, dat kan ik met GarageBand denk ik wel heel leuk aanstippen. Daarmee creëer ik opdrachten voor de leerlingen om er bewust naar te kijken. En uiteindelijk gaan we kijken of het eindresultaat daar beter van is geworden. En het bleek uit mijn onderzoek dat dat wel degelijk werkt zelfs. Als laatste de strings, de strijkers, die... slepen we er ook bij in. Dan gaan we even luisteren hoe het samen klinkt. Oké. Nou, ik stuur dit wel naar meneer Breik en dan laat ik hem wel. Deze manier van lesgeven is wel de toekomst, maar het zal altijd een mix worden van analoog, ouderwets muziek maken, het echte doen en het samenwerken, want dat zijn dan natuurlijk hele belangrijke kenmerken van de muziekles, in samenwerking met technologie als bijvoorbeeld zo'n GarageBandles. Heren, bedankt in ieder geval. Ik denk niet meer dat ik jullie nog zie. Maar in ieder geval tof dat ik dat hier bij jullie kon doen. Wel rustig voor vanmiddag. Ga je goed. Yo. Met deze lessenreeks ga ik hopelijk zelf lesgeven. Ik ben nog aan het kijken naar een plek waar ik dat zou kunnen doen. En ik heb hem al weggegeven aan de docenten hier op school. Als bedankje dat ik hier mijn onderzoek mocht doen. En ik had zoiets van, dan kunnen hun het misschien ook gebruiken in hun lessen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze lessenreeks. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gevonden. En tot de volgende. Doeg!